Banken staan er uitstekend voor als het gaat om buffers. Maar een bank is ook een bedrijf waar aan de spaarkant en de fundingkant en de uitzendingskant is het allebei onzeker. Dus je moet juist ook tegelijkertijd goed op de bank passen. Zorgen dat die ook die factor kan zijn die kan helpen bij deze economie in deze fase. En dat is wat onze inzet is. U zegt we staan er goed voor. De banken zijn goed gecapitaliseerd. Dat horen we ook steeds. Daar waar in 2008 de banken een probleem waren, zou het nu een oplossing kunnen zijn. Ja. Of een middel voor bedrijven om toch vooruit te kunnen komen. Als deze crisis lang aanhoudt, en zo begonnen we dit gesprek, dat u zei van iedere keer gaat het eigenlijk langer duren, ook volgens onze berekeningen. Ja. Kan er een moment komen dat banken in de problemen komen, dat uw bank in de problemen komt? Nou, als je kijkt, als je de scenario's ziet die er nu zijn, is dat een scenario waarbij je ook echt wel goed moet opletten hoe je je bedrijf voert. En dat doen we ook. Maar ik ben zelf heel erg gerustgesteld over de manier waarop die banken nu ingeregeld zijn. De kapitaalbuffers zijn enorm. De liquiditeitsbuffers zijn enorm. De overheid heeft daar weer een enorm arsenaal achter gezet. Dus wij staan nu klaar om dat te doen wat nodig is om de economie te ondersteunen.